Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 13 januari onder toezicht van verschillende instanties oude documenten van het CBB verbrand. De verbranding betrof kwitantieregisters, misprints van paspoorten, noodpaspoorten en vervallen paspoorten van de jaren 2005 tot en met 2019. De directeur van BISA benadrukt dat dit opruimproces de veiligheid waarborgt en ongeoorloofd gebruik van documenten voorkomt. Het CBB was eerder betrokken bij een vergelijkbaar opruimingsproces in 2014 om ruimtegebrek en overlast door ongedierte in verschillende bureaus voor burgerzaken te verminderen. Het ministerie van LVV en de World University of Canada Caribbean zijn gestart met een driedaagse goede agrarische praktijken training voor ongeveer 40 agrariërs onder het Sustainable Agriculture in the Caribbean Project. De training, gebaseerd op internationale normen, heeft tot doel de kennis en bewustwording van landbouwers te vergroten, zodat ze gewassen kunnen verbouwen die voldoen aan voedselveiligheidsstandaarden en toegang krijgen tot exportmarkten. De training wordt morgen afgesloten met een certificaatuitreiking. De 28-jarige voetganger RS is op 10 januari in het ziekenhuis overleden nadat ze op 31 december 2023 werd aangereden door een bromfietser aan de Wilhelminaweg in het resort Houtuin. Uit het onderzoek blijkt dat RS plotseling voor een rijdende bromfiets sprong en ernstige letsels opliep door de aanrijding. De bromfietser was niet onder invloed van alcohol. Het is bekend dat het slachtoffer psychische klachten had.